In het volgende fragment wordt een correct voorbeeld van de uitvoering van het ABCDE-protocol getoond. De patiënt die je zo zult zien is een 56-jarige man die via de ambulance wordt binnengebracht nadat hij op straat is gevallen. Omstanders zagen hem de kroeg uitstrompelen en op de fiets stappen. Hij is gelijk na het opstappen gevallen. Oké, we hebben hier een 56-jarige man, meneer Van der Boom. En die is vannacht van zijn fiets gevallen toen hij uit de kroeg kwam. Hij stapte op en eigenlijk gelijk daarna is hij eraf gevallen. Hij kwam dus uit de kroeg, dus even rekening houden met de alcoholspiegel van deze man. Zoals je kan zien heeft hij een dikke hoofdwond, dus we gaan hem even ABCDE opvangen. Hallo meneer. Kunt u zijn ogen open doen? Nou, hij is niet echt aanspreekbaar, maar ik wil wel een abnormale ademhaling. Zou je van mij de naastfaringeale tube willen pakken, want hij heeft ook mogelijk net. Wil je de jazzfles doen? Nou, met de tube gaat het al een stuk beter. Zullen we dan ook gelijk even de nek stabiliseren met een kraag? Kijk ik gelijk even in mijn mond. Oh, ik ruik het even af. Ik ruik inderdaad alcoholfeuten al. 1, 2, 3 en ja. Ja. Even met de lampjes schijnen. Nou, ik zie verder geen obstructie in de mond, maar ik ruik de alcohol wel. Dus even samenvatten in de A. We hadden een levensbedreigend probleem met de snurkende ademhaling, maar dat hebben we voor nu even opgelost. We moeten wel even in de gaten houden en ook de nek hebben we gestabiliseerd. Maar daar willen we zo meteen wel natuurlijk even een CT van maken. Maar voor nu kunnen we eerst wel even door naar de B. Zou je van mij alvast de saturatie willen meten en de patiënt willen aansluiten en moeten? Dan ga ik even luisteren naar de longen. Saturatiemeter zit eraan. Oké. Okay. Oh, 92%. Zou je van mij alvast 15 liter zuurstof wat niet willen geven? Zal ik hem ook gelijk aansluiten aan de monitor? Ja, ik wil wel aan beide zijden normaal ademgeruis. Dus dat is verder goed. Ik vind zijn ademhaling wat rustig. Dat zien we zo meteen natuurlijk wel ook op de monitor verschijnen. Maar dat moeten we even in de gaten houden. Ik zal het even vertellen. Ik heb nu ongeveer tussen de 8 en de 10 per minuut. Dat vind ik toch wat laag. Want we hebben... De patiënt zit aangesloten. Oké, helemaal goed. Dankjewel. Maar de saturatie schiet er wat omhoog. Ja, precies. 10 per minuut. Dus dat is toch wat aan de lage kant. Kan natuurlijk door de alcohol komen. Maar dan moeten we even goed in de gaten houden. Verder heeft de patiënt wel een normale kleur. Dus geen cyanose zie ik. Torx-excursies. Nou, hij voelt wel wat koud. Oké, hij voelt wel wat aan de koude kant. Gaan we zo ook. De excursies zijn goed, zijn gewoon symmetrisch aan beide zijdes en ik zie ook geen gebruik van de hulpademhalingsspieren of bij spreide neusvleugels, dus dat is verder goed. Dus in de B, even samenvattend, de saturatie die schiet alweer wat omhoog naar 94-95% ongeveer. Ademhalingsfrequentie is nog steeds een beetje aan de lage kant, dus dat moeten we wel in de gaten houden. Maar verder geen afwijkingen die kunnen wijzen op longobstructie, een spanningsbreuk of longuitdeem. Dus we kunnen van nu eerst wel even door naar de C.
Zou je alvast voor mij een IV-lijn willen aanleggen? Ja, zou ik eerst even de bloed drukken? Ja, is goed. En wil je dan ook, als je bloed prikt, wil je dan ook gelijk even een arterieel gas doen, omdat hij toch een wat lage ademhalingsfrequentie heeft? Ja. Ga ik eerst even naar het hart luisteren. Ik hoor het gewoon 92 op 107. Oké, dat is wel wat aan de hoge kant, maar het kan natuurlijk door de stress komen. Zou je zometeen dan toch even 500 cc fysiologisch zout willen aanhangen? Ja. Maar het hoeft maar 500 cc per uur ongeveer, dat is genoeg. En je zou bloed van het prikken, hè? Ja, ben ik mee bezig. Wil je dan de glucose meenemen, stolling, doe ook maar de alcoholspiegels, ja, en het arterieel gas, maar daar was je al mee bezig. De aqua, ik voel het toch wat aan de koude kant. Dus, de patiënt is natuurlijk buiten geweest, dus dat, zou dat ook kunnen verklaren. Kijk even naar de capillary refill. Maar dus 3 seconden is iets verhoogd misschien, maar dat kan er nog mee door. Dan hebben we de CVD, zie ik geen aanwijzingen voor een volgende CVD. Zou je zo meteen ook even een ECG'tje voor mij willen draaien? Ja. Voor nu ziet het hartritme er wel redelijk goed uit hoor. Maar, op de hartbewaker ziet er gewoon sinus ritme uit, maar een ECG'tje is toch wel fijn. Hartfrequentie is 95. Iets wat aan de hoge kant. En wil je de bloeddruk van mij ook even elke 10 minuten meten? Ja. Dan kunnen we dat in de gaten houden. Kijk nog even naar de buik. De buik is verder soepel. Dus samenvat het in de C. Zal ik ook even aan de kantje gaan staan. Samenvat het in de C. ECG is gemaakt. Ah, top, dankjewel. Hebben we een bloeddruk van 192 over 107. Dat is wat aan de hoge kant, maar dat meten we gewoon even op de hele tijd. Of om de 10 minuten hebben we een hartfrequentie van 95. Verder geen aanwijzingen voor shock of iets dergelijks, behalve de koude AK. Kan natuurlijk duiden op een hypovolemische shock bijvoorbeeld. Ook zeker met die hoofdwond kan er natuurlijk van binnen wel wat aan de hand zijn. Dus we moeten even in de gaten houden. Voor nu kunnen we eerst wel even door naar de D. Zou je van mij glucose is nog niet binnen, denk ik, hè? Nee, ik kan maar even losprikken. Ja, weer even in de vinger prikken. Dan. Hallo, kun je even de ogen open doen? Hallo, kunt u mij verstaan? Maar hij reageert verder niet echt op aanspreken. Ik geef even een pijnprikkel. Oh, wow. Ja, daar reageert hij wel op. En met rechts, daar trekt hij ook zijn arm terug. Maar met links zie ik dat eigenlijk helemaal niet. Ik zou zeggen dat de EMV-score dan 242 is. Maar er zijn wel tekenen van lateralisatie. Omdat hij toch niet echt gelijk beweegt met zijn armen. De glucose uit je vingerprikken. 3.1. Oh, 3.1. Dat is wel wat aan de lage kant. Zou je dan glucose eraan willen hangen? Ongeveer 100 ml, 10%. Ja, komt goed. Dan ga ik nog even met de lamp in de ogen schijnen. Kunt u de ogen even open doen? De pupillen zijn al isocorrelief reactief. Dus dat is goed. Maar we kunnen de meningiale prikkeling natuurlijk niet zo goed testen omdat die in een kraag ligt. Dus voor nu in de D hadden we aanwijzingen voor hypoglycemie, of die hebben we nog steeds, maar daar zijn we nu wat aan het doen.
zou je daar ook nog thiamine 500 milligram aan willen hangen. Ja. Ja, en er zijn aanwijzingen voor lateralisatie ook. Dus als je klaar bent met de thiamine, wil je dan ook een CT van haar stellen. Dat had ik al gedaan voor de hoofdpijn. Oh, kijk, goed zo. Bedankt. En verder een lage 1V-score van 2-2. Dus dat moet je ook goed in de gaten houden. Dat niet verslechtert. Maar voor nu kunnen we eerst wel even door naar de E. Zou je de temperatuur voor mij willen meten? Ja. Dan kijk ik vast naar de benen en de armen. Maar ik zie hier wel wat spider navy. Dat moeten we natuurlijk wel even in de gaten houden. Dat kan... Temperatuur is 35,1. Oh, 35,1. Dat is wel wat aan de lage kant. Zullen we dan even een extra dekentje opleggen zo? Ja. Eerst nog even kijken naar de benen. De kuiten zijn... Wel mooi soepel. Maar ja, de voeten voelen inderdaad het koud aan. Ook de temperatuur natuurlijk. De handen zie ik ook wat erythema palmare. Dus dat kan mogelijk ook wel duiden op een leverprobleem bijvoorbeeld. Dus dat gaan we ook even goed in de gaten houden. Zou je ook nog gewoon een normaal spoedlab voor mij willen afnemen dan? Is al gedaan. Oh, okay, top. Dankjewel. Dan hebben we voor nu in de E toch wel een lage temperatuur die duidt op hypothermie. En ook de bloeddruk gaat wat omhoog. Maar misschien komt dat ook wel door het vocht wat we moeten geven. Dus die laten we eerst maar even zo doorlopen, denk ik. Verder, die huidafwijkingen kan duiden op een leverprobleem. Het is mogelijk ook met alcohol. Dus voor nu... Even samenvatten, in de A hadden we een bedreigde luchtweg, maar die hebben we nu gestabiliseerd met de nasofaringeale tube. We hebben ook de nek gestabiliseerd, dus voor nu is de A vrij, maar het is natuurlijk wel problematisch dat die zo gestabiliseerd moest worden. Dus dat moeten we goed in de gaten houden. Voor de B hebben we nog steeds een ademfrequentie van 10, dus wat aan de lage kant. Dus hopelijk trekt dat zo wel bij. Saturatie gaat nu wel de goede kant op met 96%, maar hij heeft natuurlijk wel 15 liter zuurstof eraan hangen. Dus dat moeten we ook even goed in de gaten houden. Maar geen aanwijzingen voor bronchobstructie, pneumothorax of longadeen. In de C hebben we gewoon een hartfrequentie van 92. En een bloeddruk van 200 over 115 nu, zoals we al zeiden, is wat hoog. Ook dat moeten we even goed in de gaten houden. Maar verder hadden we wat koude aka. Dat kan natuurlijk duiden op hypovolemische shock. Ook dat moeten we goed in de gaten houden. Daar gaan we de CT ook van maken. Even kijken of hij toch in zijn hoofd misschien een bloeding heeft. Verder geen afwijkingen die kunnen duiden op andere vormen van shock. Maar in de D hebben we wel veel gevonden. We zagen een hypoglycemie. Dus als je misschien over een kwartiertje nog een keer de glucose wil meten voor mij, dat zou fijn zijn. We zagen lateralisatie en een verlaagde 1V-score. Dus dat moet goed in de gaten gehouden worden. En we gaan een CT maken. Natuurlijk toch met oog op de lateralisatie. En in de E hadden we een lage temperatuur. En toch de huidafwijking die vonden, de spider navy en de pomare erythema. Dus als we nog even een extra dekentje opleggen, de patiënt even toch zo snel mogelijk naar de CT brengen, zodat daar een plekje vrij is. En dan gaan we daar nog verder.